Yo jongens, welkom weer een nieuwe commentaar van Travons WC Freak. En zoals jullie zien, spelen vandaag een keer Flappy Bird. En ik ben persoonlijk heel erg slecht in Flappy Bird, want ja, ik heb er gisternacht pas gedownload. En ik ben er echt super slecht in. Maar ja, dat spel, dat is zo rage-achtig spel, man. Dat is niet normaal. Dus best wel een leuk spel en ik heb nu mijn highscore verbroken. Ja. Yeah. Maar ja, Flappy Bird is dus eigenlijk best wel een leuk spel, want ja. Ja, je gaat voor een reetje. En er is zo'n meisje, of een jongen, ik weet niet, een man volgens mij. Die was 33 en die was zo boos geworden op Flappy Bird dat hij zelfmoord heeft gepleegd. En er zijn ook allemaal van die filmpjes van dat die mensen zijn dingen kapot maken en al, zijn iPhone, en dat er hacks zijn. Die hacks die zijn er wel, maar wie gaat er nou hacken op zo'n klein, zo'n kutspelletje? Maar ja, Flappy Bird vind ik persoonlijk best wel grappig en ik kan dit zeg maar zomaar 7 dagen doen. En ja. Wat verdomme. Ik haat die burger. Dus ja, ik kan er maar 7 dagen doen, want die app die ik dan gebruik heet AirPlay. En dan kun je dan je iPad of je iPhone op je Apple TV of op je PC of op je iMac of whatever. Kun je dan streamen? Kun je live streamen? Kun je commentaars opnemen? En Flappy Bird spelen? En ja, Flappy Bird vind ik persoonlijk echt een ja, super grappig spel. En ik zal kijken wat ik in die 7 dagen kan doen voor jullie op mijn iPad. Voor spelletjes en ja, iets. En dan, ja, dan kan ik dat wel uploaden. Anders moet ik gewoon zo'n code eventjes snel cheaten, hacken. Maar Flappy Bird is persoonlijk echt een leuk spel. Echt, ja, verslavend. En ja, dat spel dat blijft gewoon leuk. Dat spel dat is zo grappig en ik kom nooit verder dan mijn highscore. Dat is zo irritant. God. En je raakt hier ook eigenlijk, ja. Ik ben nou wel rustig, maar meestal als ik in mijn eentje speel, ik speel s'nachts een keer ofzo. Dan raak ik echt helemaal gestrest, man. Dat is zo fucking irritant. Dus, ja. Ja, het is een leuk spelletje om te doen, maar je moet het niet heel de dag doen. Dan heb ik, ja, dat is wel saai. Ik doe het meestal maar 5 minuten ofzo en dan, ja, dan kap ik er ook mee. En, ja. Het is echt een leuk spelletje. God, stopt. En ja, dat wil ik alleen even zeggen wat ik kan doen. Met ja, wat ik dan misschien wel kan doen voor jullie later. Dus jongens, dit is weer het einde van deze commentary. Vergeet niet te liken, te sharen. En al die soort andere dingen. En dan spreek ik jullie later. Bye bye.